parlementariër Ansadi, die geeft eraan dat wanneer zij nu naar de winkel stapt, zij gewoon schrikt van de prijzen vanaf de invoering van BTW. BTW zou nog niet berekend moeten worden op de prijzen, maar in de praktijk is het anders. Zij wordt er haast dagelijks geconfronteerd met heel veel vragen vanuit burgers die vragen hoe verder met BTW en de vele bonnen die ze ook, de foto's van bonnen die ze krijgen opgestuurd en waarvoor zij ook vaak genoeg geen antwoorden heeft. Sadi verduidelijk dat zij hiervoor de regering hadden gewaarschuwd. Al heb ik een zwaar hoofd, al hoop ik nog ergens het licht in de tunnel te zien. We zien het niet, maar laten we geen hoop opgeven. Dat is mijn boodschap. En ik wil, voor ik naar die BTW u vraag, wil toch even het afgelopen jaar, zoals ik vaker via uw medium aangaf, het gaat niet goed. Wanneer je vroeger een inventaris maakt dat het om 100 mensen, of laat me in procenten uitdrukken, om 20%, 30%, 80%. Als ik zo op het veld, bijna wil ik zeggen dat er voor 80% mensen in armoede leven. Dus dat is wat het afgelopen jaar. Kijken we naar het nieuwe jaar. Ik ben natuurlijk begonnen om mensen hoop te geven dat we de moed niet moeten opgeven. Maar ik ben ook een realist. En zoals de zaken nu eruit zien, zoals u aangeeft over BTW, zeg ik het volgende, meneer Ganesh. Dan blijf ik wel even terugblikken. Er is zoveel stress door onze fractie, ook vanuit de fractie van PEP, waar hij als belastingdeskundige, dat verschil van 4,1 miljard zoveel, waar er nog zaken zo onduidelijk zijn, kan op andere gebieden, over belastingmensen in goud, over de bedrijven in de houtsector. Omdat ik natuurlijk ook de klachten krijg dat een heleboel waar het gehaald moet worden, niet gehaald kan worden, niet willen, niet kunnen vanwege allerlei omstandigheden. Dus, kortom, het volk betaalt steeds weer het gelag. Zal ik u vertellen, ik krijg heel wat apps van bonnen. Ik zal ook bijvoorbeeld de winkel Tulp, waarbij mensen BTW erop moeten staan. Dus het volk begrijpt van de regering na 3 maanden. Wij hadden aangegeven in DNA, het werkt niet zo, want de randvoorwaarden zijn nog niet in place. De belastingdienst raken overbelast. Equipment waar ze naartoe moeten gaan is ook niet voldoende. Natuurlijk probeert elk belastingambtenaar zijn best te doen, ja, omdat ik ook zeg, belasting moeten we betalen. Anders, hoe gaat de huishouding? Maar wanneer is aangegeven de omzetbelasting, wordt overgeheveld, BTW, maar best door al die desinformatie dat niet duidelijk is, zowel winkeliers, zowel handelaren en uiteindelijk de consument, steeds weer het gelag moet betalen. Laten we eerlijk zijn, meneer Ganesh. We kunnen zoveel theorieën, zoveel dingen gaan uitleggen, maar ik ga op basis van de keiharde realiteit de praktijk. Ik was gisteren in een winkel. Mensen die weten dat ik een DNA-lid ben, zijn allemaal om me heen. Bijna omsingelen ze me om die vraag te stellen, wat is dit, mevrouw Sadi? Kijk, wanneer een wet is aangenomen door DNA, het is de DNA. Zo gaat dat naar buiten. Maar u weet wel hoe wij als NDP-fractie samen met de PEP dit keer op keer hebben aangekaart. Het gaat niet werken. Het wordt een chaos als een chaos. En in die chaos, meneer Ganesh, is niet een groepje friends and family en de top die het gelag moet betalen. Het zijn de meerderheid van het volk. Iemand kwam ook naar me toe om te laten zien, ik wil een auto kopen, niet een mus, maar een auto is echt geen luxe nu, ja. En er wordt gewoon aangegeven 25% erop. Hij begrijpt, maar die belasting van omzetbelasting wordt overgeweerd, waarom moet er dan nog dat bedrag erbij komen? En gaan we vanuit, zoals de regering zei, op de goederen, de niet luxe goederen,
10%, toch? Het was toen al 12%. Dus je zou 2% in mindering moeten betalen in de praktijk. Maar wat zie je in de praktijk, om het simpel aan het volk uit te leggen? Een bedrag voor 25% op luxegoederen wordt gewoon erop wat de mensen al omzetbelasting betalen. Het wordt gewoon opgeteld. Het wordt gewoon opgeteld. Dat is de keiharde realiteit. Ik zal u zeggen, en dat is mijn ervaring, ik moet een televisie maken. Het zou voor december iets van 4.000 kosten. En ja, je had het geld niet. Dus je wacht even. Alhoewel je weet, je gaat btw erop betalen. Dat neem je ook op de koop toe. Maar je hoort nu, het kost 10.000. 10.000 aan onderdelen. Wat ga je nou doen? Ga je een nieuwe televisie? Maar nogmaals, eigenlijk moet ik het ook niet eens praten. Want televisie moet je zien nou als een echte, echte luxe goed. Maar laten we kijken naar het volk die het eten moet betalen dagelijks. Hoe moeten de mensen dat overleven, meneer Ganesh? Ik ga u zeggen, vanwege omstandigheden kon ik geen kerst met de mensen jaarwisseling. Je maakt een planning om in je district met oudjes te gaan zitten. Een hapje en een drankje, gebruikelijk misschien een flesje olie, een pakje rijst. Meneer Ganesh, ik weet niet hoe ik moet beginnen. Dan praat ik nog niet wat je in het verleden doet voor 100, 150 man. Voor die 50 oudjes die je van plan bent. Je redt het niet. En het is letterlijk wanneer ik aangeef, als je nu in een winkel gaat, voel je je beroofd. Vaak, daar praat ik nog niet over een kleine man. Ik ga in een winkel en ik moet weer terugzetten. Want het is ver, ver boven wat je denkt. Het kan wel wat duurder zijn, maar je redt het gewoon niet. Je moet echt aantal producten weer terugzetten. Dan hoe zit het met de kleine man? De doorsnee ambtenaren. Ik gaf aan, de middengroep zijn armoezaaiers. De armoezaaiers zijn bedelaars. En de bedelaars zijn letterlijk dood. En misschien is het ook goed dat ik het meeneem, meneer Ganesh. Ik maak me als Surinamer ernstig zorgen met die kwestie van de criminaliteit, die verruwing die nu ontstaat. Ja, en ik blijf zeggen, het volk voelt zich niet voldoende beschermd. De regering moet daar antwoord op geven. Ik praat het niet goed, zelfs een stukje of een pen die je van een ander pakt is niet goed te praten. Dat ga ik blijven doen. En vooral wanneer je bijna dagelijks hoort dat door roofmoord iemand om het leven wordt gebracht. Hoe gaan we verder, meneer Ganesh? Dit is onkan. Ja? Vroeger dacht je altijd, het is ver van je bedshow. Hoe moeten deze ondernemers, ja, die met pijn en moeite ook proberen te overleven. En aan degene die dit doet, je neemt iets dat je niks mee kan doen. Waarom moet je de persoon het leven ontnemen? Als Surinamer doe ik een beroep op elke Surinamer om dit na te laten. En aan de regering vraag ik ook om niet alleen maar de symptomen te bestrijden, zo je dat gaat doen, maar ook de oorzaken te gaan bestrijden. Ja? En nogmaals, mijn oproep van hieruit over die kwestie BTW is al genoeg over en weer. Mensen worden radeloos. Op een gegeven moment zeg ik, ik ben wel DNA-lid. Maar dit heb ik voor gewaarschuwd. Ik kan hierop geen antwoord geven, maar ik kijk uit naar de begrotingsbehandeling of de eerstvolgende openbare vergadering. Om dit voor de zoveelste keer, de feiten waarvoor we ervoor hebben gewaarschuwd, wel aan de regering gaat voorleggen. En dat de regering wel antwoord op moet geven. We hebben straks een begrotingsbehandeling. En ik begreep dat het dan blijkbaar in februari pas. En als ik naar de nieuwe minister had geluisterd, laat mij dit ook meenemen in uw medium, de nieuwe minister, tenminste die strekking begrijp ik, die hele begrotings, dat is opgemaakt door de vorige minister, kan naar de prullenbak gaan. Ja? Dus los van dat wij in Diana vaker hebben aangekaart dat die begrotings die ze neer hebben gezet aan alle kanten rammelt, het voldoet niet aan de praktijk en het voornemen, de cijfers liggen daar,
die hebben we ook al vaker aangekaart. En niet omdat de nieuwe minister dat nu zegt en wij geloven allemaal, dit hebben wij vaker in DNA aangekaart. Die begroting, wat daar in de begroting staat, niks klopt wat daar op papier staat. Dus ik hoop dat wanneer ik nu hoor dat het pas in februari de nieuwe minister daar die aanpassingen werkelijk gaan doen. Anders zijn we buiten de realiteit. Dan zijn we weer door de bomen, kunnen we het bos niet meer zien.